Nou staan wij hier teken technisch niet echt heel veilig. Ging het nou fout met de knotwilg, hè? Dan, dat kan heel moeilijk, hè? Ja, nou ja, nee, dat kan kunnen zijn. Ik kan alleen eens kijken wat ik hier nog net gevangen heb. Hou hem, nee, hou hem. Het is wel een beetje hip en happening dan, want ik heb dit nog nooit gezien. Allemaal echt. Hey. Het is zo vroeg. Dan zegt Frans, ja, de natuur is op zijn mooist. Ochtends nou, ik keek in de spiegel vanmorgen. De natuur was niet op zijn mooist. Lachen. Hand erop! Je hebt het gedaan! Hallo beste kijkers, dit wordt een hele speciale aflevering, want het is de laatste keer dat ik met Corné op stap mag. Echt waar, ongelooflijk. Twee lange jaren, maar ook leuke jaren, hebben we samen van alles gedaan. En aan jou de vraag, wat vond je nou een leuk onderwerp? Oeh, ik vond het heel lastig, want we hebben natuurlijk heel veel gedaan en heel veel gezien. En toen ze mij vroegen voor dit programma, toen dacht ik, ja, ik heb helemaal niks met natuur, maar eigenlijk juist daarom ook meegedaan. Ja. En heel veel gezien van Boksel en omgeving. En ik had even nagedacht, wat vond ik nou het mooiste? En een van de mooiste was toch wel Venrode, waar wij nu ook zitten. Ja, precies. Het was een hele mooie aflevering. Ja. Welkom bij aflevering 5 van Boksel Natuurlijk. Wij zijn vandaag in de Hult. Venrode. Ik neem aan dat het hierna vernoemd is? Ja, eigenlijk in feite moet je het woord uit elkaar halen. Ven en rode. Ja. Rode, dat betekent eigenlijk gehakt bos. Ik heb hier iets heel dodelijks. Oké, dat stond niet in mijn contract toen ik dit ging doen, maar... Dus op sommige zaadjes van pijpstootje gaat een schimmel groeien, een lagere schimmel. Dit heet moederkoren. En moederkoren werd vroeger gebruikt in de middeleeuwen om zeg maar moeilijke zwangerschappen zeg maar te versnellen, om op te wekken. Echt? Maar 50% van de mensen gingen dood, omdat het zwaar toxisch is. Dan vraag ik me dan af, hè, hoe komt het dan zeg maar dat kabouters hier aan gelinkt worden? Ja, nou dat komt omdat ze ook hallucinerend zijn, maar dan op een andere manier. Okay. Het is wel een gezellig bos hier, moet ik zeggen, met de giftige pijpenstrootjes en de paddenstoelen. En dit heeft ook een beetje een lugubere naam. Wat was het ook weer? Een grafheuvel. Een grafheuvel. We staan hier bovenop een grafheuvel, ja. Mm-hmm. Ja, en ondertussen heb je best wel wat geleerd, want we zaten net samen te kijken, hè, of dat beer het was. En dan zei in één keer, hey, een libel. Dat was wel heel erg leuk om tuurlijk, te horen. Tuurlijk, ik ben echt een, op jouw naam ben ik wel nu een van de natuurspecialisten van Nederland. Dat vind ik wel leuk om te horen. Hey, en ontberingen deden we ook, hè, want dat maakt ons allemaal niet uit of warm of koud was. Want heel koud hebben we het gehad in de Geelders, weet je nog? Ja, was ook een van mijn favoriete afleveringen. Min 23 was het ongeveer, maar wel echt water om nog een klein stukje van terug te kijken. Dit gebied is een gebied wat heel nat is. Het is het mooiste leembos van Nederland, zo noemt het dan ook. En wat is er aan de hand geweest? Hier is leem naar boven gekomen. Er is wat dekzand overheen geblazen. Dus je hebt op sommige plekken heb je heides waar dus dan zeg maar die leemgrond een beetje verdwenen is. Maar op heel veel plekken ligt die leemgrond aan de oppervlakte. En daarom groeien hier in het voorjaar prachtige planten die dus niet in die zandgrondbossen thuis horen. Ah, dus wij hebben in Boksel het mooiste leembos van Nederland. Dat klopt, het mooiste leembos van Nederland, dat kun je gerust zeggen. Hey, hoor je dat? Ja. Dat trrr. En nou de lach. Wat hier gebeurt is dat de spechten, wat je nu hoort, dat is de lach. En hier hoor je echt dat tjik. Ja. Dat is de lach van de groene specht waarschijnlijk. En in de verte horen we net de roffel van de grote bonte specht. En die zijn nu ruzie aan het maken. En dat betekent dat die spechten, die zijn nu al, en dus januari, bezig met hun nestholte te maken. Ja. In deze zitten geen spechten, denk ik, hè? Nee, absoluut niet, hè? Nee. Ja, want dit is een Douglas en dit is een echte den. En wat hebben dennen? Dennen hebben hars. En als een specht hier een gat in zou maken, dan blijft de snavel dicht zitten. Dus daar heeft hij niet zoveel aan. Dus dat doen ze niet.
Nou, boswachters staan over het algemeen vroeg op en ik zeer zeker is het altijd rond 4-5 uur op. En verschrikkelijk. We hebben jou ook een keer zo ver gekregen dat je meeging met ons. Ja, ja, nou dat weten de mensen niet, maar wij nemen dit altijd heel vroeg op. Want jij zegt de natuur is in de ochtend eigenlijk op zijn mooiste. Ja, altijd, echt waar. Ja, maar het dieptepunt was toch wel de zonsopgang op de Campina. Moesten we echt om 4 uur 's nachts ons bed uit. Ja. Maar ik denk als je een stukje terugkijkt dat je wel snapt waarom het ook een van mijn lievelings is. De zon is op. Welkom bij aflevering 3 van Boksel Natuurlijk. Kijk hoe mooi die ogen. En daar zijn de vogels nou zo bang voor. Als je die open doet, dan lijkt het net grote ogen van een roofdier. Dan zijn die vogels er niet blij mee. En dan schrikken ze en dan laten ze met rust. Een prachtige vlinder. Inderdaad, dit is een oude berk. Nou, sla er maar eens op dat ding dat eruit komt. Dat is hard, hè? Hard. Ja, dat is een tonderzwam. En daarboven zit er nog eentje. Ja. Een tonderzwam die is zeg maar vroeger gebruikt bij de mensen in het tondeldoosje. Hoe belangrijk is de hei voor de natuur? Nou, dat is heel belangrijk. Ten eerste is de heide, als je daar naar kijkt, het is een soort die thuis hoort, vooral in zandgrond Nederland. Nou, Brabant is zandgrond, dus daar hoort de heide bij thuis. Een heel speciaal biotoop. En als je over de wereld kijkt, dan zijn er eigenlijk van deze heide, de struikheide hebben we het dan over, de gewone struikhei, niet zoveel plekken meer te vinden dan behalve in Nederland en West-Duitsland. Ook nog een klein stukje in Vietnam, maar dan houdt het op. Ik had natuurlijk wel nu een aantal leuke afleveringen, maar ik vroeg me af, wat vond jij nou ook een speciale? Nou, eigenlijk alle afleveringen met jou vond ik speciaal. Ja, absoluut. Maar eentje die er ook een beetje uitschoot, vond ik, ja, dat is natuurlijk ook een beetje voor mezelf, de Tour de France gebied, oftewel Banesveld, waar mijn uitkijktoren de Tour de France komt staan. Ja, ja, was zeker een mooie. Mooi. Banesveld is een recent ontwikkeld gebied. Ja. Hier was een oude vuilnishoop. We hebben daar in 2004 die uitkijktoren neergezet, dus het is mooi om die te vervangen. En ik wilde die uitkijktoren, dat ik een cadeautje kreeg, wilde ik niet op de Campina hebben. Want ja, dat vond ik echt te veel horizonvervuiling. Ja. Dus dan ben je echt op het drielandenpunt van het Groene Woud. Hè? Ja. Want dit is precies waar wij nu staan, is precies het midden. Hè? Precies het drielandenpunt van het Groene Woud. Dus we hebben een nieuwe hotspot, een nieuwe attractie. Ja, precies. Voor de Bokselaren, Schottenaren en Oosterwijkers. Ja. We hebben die 2 jaar heel veel gedaan, maar mag je er nog eentje kiezen? Of echt maar eentje? Nog eentje? Ja, nou dat is voor mij dan het Sint-Janspontje in Liemde. Vond ik heel leuk. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik was er nog nooit geweest. Sinds wij daar geweest zijn en jij hebt verteld wat er allemaal te zien is, ben ik al een aantal keren met mijn kinderen daar naartoe geweest. Ja, vond ik echt... Mooi over de Dommel zo. Ja. Oh, fantastisch. Helemaal geweldig. Ja. Dus die moet ook zeker in de top 5. Dus wij staan hier nu bij... Bij Kleefkruid. Kijk, hier heb ik Kleefkruid. En dat is heel mooi. Kijk, zie je? Zie je dat? Dat blijft gewoon aan je broek hangen. En Oké. Okay. Dat heeft hele fijne haartjes. Ja. En beesten die komen het aan de huid hangen en die nemen er mee. Valt neer en dan gaat er ergens een nieuwe plant. Dus een soort voortplantingssysteem is dit. Dus naast dat ze dus bloemetjes hebben, hebben ze ook zeg maar een mogelijkheid om ergens anders vast te blijven hangen. Ik word morgen wakker met zo'n ding op mijn broek. Ja, precies. Ja. En dan ben ik en dan hoor ik de zwartkop. Tjiftjaf weer op de achtergrond. Ja, dit is een ideaal plekje. Mooi, hè? Dit vind ik dus nu echt leuker waar je naartoe gaat. Ik ook.
En zeker in zo'n gebiedje, want hier ben ik nog niet veel geweest. Het Liemspontje heet het Liemspontje. Het Sint-Janspontje. Zie je? Het is best harde stroming. Ja, daar varen we de verkeerde kant op. Als we in de bos uitkomen, dan gaan we gelijk naar de Sint-Jan toe. Vind je goed? Dit mooi, is toch te gek? Dan gaan we de doppel over. Ja, het is hier flink trekken. Maar goed, daarvoor ben je man geworden, toch? Ja, maar dit is wel echt... Ideaal, hè? Prachtig plaatje hier. We zitten erop, ja. Voor de echtes. Nou, ja, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik vond onze samenwerking heel erg leuk. Ook met Berend achter de camera, die zien jullie niet, maar ons natuurtalent. En met Roel, de geluidsman en alle mensen die... hebben ingevallen of hebben meegewerkt. Dat het niet altijd goed gaat, is ook wel heel erg leuk. Alle bloopers en dat wij soms 3 uur doen over een stukje van 10 minuten. Nou ja, goed, dat maakt het ook wel heel erg leuk. Want ja. We hebben heel veel gelachen, ja, heel veel kou gelegen, heel vroeg opgestaan. En veel warmte van elkaar gehad. Veel warmte van elkaar gehad, dat dan weer wel. Dus, maar goed, jullie gaan de komende tijd gewoon nog door met het maken van dit programma. Dus. Ja. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en ik wens jullie heel veel succes. Ik ga jullie missen. Dankjewel. Dank voor de aanwezigheid van jou. Ja, ons mooie graag programma. Gedaan, graag gedaan. Oh, ik dacht dat jij een vraag ging stellen. Sorry, oké. Hans, zet de mouw, Carleen. Ik denk, die mouwen zijn gewoon zo ja, lang. Maar, ja, is een beetje als een kind op een schoolplein. Hier bij het bord. Mijn handen, sorry. Ja, en weer oorschot en boksel natuurlijk. Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Nee, dat geeft niks. Jammer dat er ook geen koffie voor ons meeneemt of zo, hè? Ja, dat kan je makkelijk. Sorry. Kijk, die hebben we ook. Nou Carolijn, dit keer wil ik eens een keer de mensen van Boksel natuurlijk en Boksel zelf... ja, dat lang wil ik niet. Oeps. Ja! Het is maar een teaser, mensen, maar toch, we zijn er maandag. Kan niet, hè? Het is van teaser. Nou, dat kan wel. Ik had eigenlijk wel koffie verwacht. Zou ik tegen Jochem zelf koffie meenemen? Hij kan niet in zijn zakken hebben zitten, want die staat niet bol. Je kunt schudden met een koffie! Maandag 13 januari om 14:15. Zo, we staan hier bij Luc Rozen van Natuurmonumenten, een collega van jou. Sorry, ik heb altijd mijn telefoon uitstaan. Groel, of ik heb mij ook mee even uitzetten, want ik wil dat... Wat doe je nou? Ik heb geen geluid. Oh, ik heb geen geluid. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Carolijn, jouw geluid moet er niet. Oh, is het te hard? Dit is echt de allerslechtste uitzending ever. Nee hoor. Is dat vanaf alleen hier nu? Ja, vanaf hier. Dat zou er zijn. We hebben Aberdeen Angus, runderen grazen. En die hebben gemarmerd vlees. Dat is heel speciaal vlees, dus dat is ook wel duurder vlees. En die hebben hier rondlopen en die vergrazen dit. Sorry, ik moet denken aan die barbecue. Dat zijn schuld. Dat zijn schuld. In barbecue. Black Angus, ik denk dat. Hé, kijk. Sorry, ja, ik wil er gewoon voorbij. Volgend jaar zijn wij er ook weer, te beginnen met 2 januari. Zo. De grenzen be... Nou, die komen hier niet overheen. Waarom niet? Ten eerste staat er vaak... Nee. Wie van jullie hoor ik? Ja, zie je. Wat doe je nou? Eigenlijk komt er dan 1 lange sliert groen van noord tot zuid. Ja, precies. Shit. Noord tot zuid. Ja. Zei ik. Ja, noord tot zuid. Ja, kan ook, ja. 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 Ze zei ja, ik denk ja, we sluit normaal af. Ik stond niet in mijn script. Ik zou doen. Okay. Een actie. Middag, mensen. Nee hoor, ik net heel goed.